Ik vind het, dat alle vijf moeten gewalkt worden. En ja, ik als moeder en met twee kinderen, die wil ik niet meer. Elke dag, als ik wakker word, is mijn zoon niet meer. Ze zaten er alle vijf bij tijdens de arrestatie, toch? Dus ik denk dat ze allemaal verantwoordelijk zijn. We zijn een beetje opgelucht daarvan geworden. Maar niet, het is niet wat we wouden eigenlijk. Want je hoort het ook van de andere familieleden. Ook een advocaat vindt het zelf ook dat ze alle vijf eigenlijk vervolgd moeten worden. En ze verantwoordelijk op zich nemen. Ik was bang dat ze niet vervolgd zouden worden. Maar het is toch niet echt... wat wij willen, echt, dus diep willen we iets meer, zeg maar. Ja, een beetje, sorry. Nou worden agenten niet zo vaak vervolgd en heeft het Openbaar Ministerie toch besloten om er twee te vervolgen. Doet dat dan ook een beetje goed? Ja, ja, hij doet ons een beetje, we zijn een beetje opgelucht daarvan geraakt, want ik denk dat het beste is om naar zo'n rechtszaak te komen, dan... Ik praat even voor mezelf, dat ik ben gekomen met het gedachte dat ze niet vervolgd zouden worden. Dus met deze daarbij, dat de dag 2 vervolgd gaat worden, word je toch een beetje opgelucht daarvan. Het is belangrijk voor mij dat iedereen vervolgd wordt als hij iets fout heeft gedaan. En ook al zijn dat nu agenten. Het is gewoon voor ieder mens, denk ik, dat als je iets verkeerds hebt gedaan, dat je verantwoordelijk bent voor wat je hebt gedaan. Ja. En het maakt niet uit of je nu politie bent of gewoon een burger. Niemand staat boven de wet, dat is mijn mening. De politie moet gevolgd worden. Als ik iets fout doe, dan word ik gestraft. Oké? Okay? En zo wil ik dat die agent worden opgevolgd en verdient zijn... zijn loon. Dat wil ik. Ik wil het graag een keertje dat zijn moeders en zussen en wij ook het een keertje kunnen afsluiten. Snap je? Maar dat moeten we wel doen met een... iemand die moet toch daarvoor betalen. Boete zeg ik niet, maar iemand moet zich verantwoordelijk daarvoor leggen. Krijgen, zeg maar. En ja, in dit geval is het 1 van die agenten, 2 van die agenten. Het maakt niet uit, maar dat gaat de rechter bepalen.